Welkom bij Fientjes Vlog. We gaan vandaag van een handdoek een teddybeer maken. Ja, daarvoor heb je nodig een handdoek natuurlijk. En als je loembandjes hebt, drie loembandjes. Of kleine elastiekjes is ook goed. Dan kan je ze dubbelplooien. Wat gaan we eerst doen? We gaan eerst de twee zijkanten oprollen tot het midden. Ja. Doe jij die? We maken twee worstjes en we rollen die tot in het midden. Wel lastig. Zo, het is gelukt. En nu komt het moeilijkste van heel het knutselgedeelte. Dat is de draai. Je gaat het ergens halverwege vastnemen, met het los. Voilà. En je draait en je plooit over. Dan heb je zoiets. Ziet er al gek uit, hè? Ja, hè? En dan neem je één elastiekje. Dat is er maar helemaal rond. Hier ongeveer. Laat ik het eens laten zien. Ja. Opletten voor de vingers, dat je geen vingers krijgt. Ja, genoeg. We hebben wel een beetje een mannetjesfiguur. En nu gaan we nog oortjes maken. Dus we plukken er een beetje uit. Ja, je hebt zo'n gaatjes in je dingen, in jouw handdoek. En daar kan je zo uit... Kan je oortjes van maken. Ja, en nu druk ik mijn oren er ook uit. Je hebt toch een gekje niet. Zo, we hebben twee oortjes gemaakt bovenaan, met elastiekjes. En kijk eens naar onze teddybeer. En we hebben ook een verrassing. We hebben er meer gemaakt. Laat eens zien. We hebben nog een gele. Ja, schattig. En we hebben nog een mega grote. Dus als je op vakantie gaat en je bent je teddybeer vergeten, kan je gemakkelijk eentje maken met een handdoek. Of als er iemand bij jou komt logeren en je wilt je verrassen, kan je een mooie teddybeer op het bed leggen of zo. Ja, of je kan het samen met je vriendin maken. Ja, met je vriendin. Je kan je amuseren, hè. Veel plezier met jullie handdoeken. Dag! Dag! Dag!